Ik ben even aan het proberen mijn nieuwe videostandaard. Dus voor de eerste keer ga ik nu een videootje maken met mijn telefoon. Dus het is gewoon even oefenen. Ik laat jullie daarom ook maar een klein projectje van mij zien. Nou ja, klein. Het zijn allemaal labels die ik jullie vorige week, geloof ik, heb ik die allemaal laten zien. Die heb ik allemaal gemaakt met een jellyplate. Sommige met alcoholinkt, sommige met verf. Sommige met de oxide distress inkt. En het idee heb ik van Birgit Koopsen. Die had het een week eerder, geloof ik, laten zien. Dit is mijn boekje geworden. Nou, de voorkant is, dat weet ik zo nog, dat is mijn alcoholinkt gedaan. Nou. Deze zijn allebei met gewone inkt gedaan. Deze ook met allebei gewone inkt. Deze ook weer met oxide inkt, geloof ik, de ene. Deze zijn met verf gedaan. En deze zijn ook met verf gedaan. Kunnen jullie het zo goed zien? Ja. Deze allebei met alcoholinkt. Deze twee weer met verf. Deze ook weer met de verf. Deze is met de verf en de andere is met de inkt gedaan. Jullie zien dat ik sommige bladzijden al een beetje bewerkt heb. Ik ben nog niet helemaal klaar. Nou, dit is de achterkant en die is ook weer met de alcoholinkt gedaan. Ik heb ook een canvas sporttape gebruikt. Heel fijn. Touwtje erbij en het boekje is klaar. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk boekje vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te maken. Dus Birgit, bedankt voor de tip.